Anderlecht begint met een voorsprong van 5 doelpunten aan de wedstrijd tegen Neftchi. Dat zou een comfortabele voorsprong moeten zijn, maar in het begin van de wedstrijd gaat het meteen al fout. Taghizade wordt diep gespeeld, Zitka komt uit zijn doel en gaat dan in de fout. De scheidsrechter wijst naar de stip, strafschop voor Neftchi. Vadim Borit neemt plaats achter de bal, de Moldaviër stuurt Zitka naar de verkeerde hoek en het staat zowaar 1-0 voor Neftchi na nauwelijks 4 minuten. Een ideale start voor Neftchi dat nu voluit zijn kans gaat. Opnieuw een splijtende paas. Borit op Zitka af. Gelukkig voor Anderlecht steekt Tihinin daar een voetje tussen. Tot wanhoop van Neftchi-trainer Mirja Vadov. Halfweg de eerste helft is uitblinker Borit opnieuw gevaarlijk. Mooie trap. Zitka met een goede, maar vooral broodnodige redding. Het blijft 1-0. Net voor rust is Anderlecht voor de allereerste keer gevaarlijk. Bart Goor met de vrije trap. Mikovic met de prima redding. In de tweede helft zorgt Anderlecht voor wat meer evenwicht. Wilhelmsson trapt, maar Mikovic is bezig aan een goede wedstrijd. De doelman van Neftchi moet wat later opnieuw zijn mouwen opstropen na een mooie uithaal van Serrat. 10 minuten voor tijd komt Anderlecht goed weg. Abramidze trapt op de lat. Na een bijzonder zwakke wedstrijd verliest Anderlecht met 1-0.